Yo Melfam en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en jullie weten allemaal wat voor dag het vandaag is. Het is vandaag weer tijd voor een nieuwe Horror Zaterdag. Inderdaad, ik ga weer een horrorspelletje voor jullie spelen. En vandaag is het een horrorspelletje dat is gemaakt door Nederlanders. Dus sowieso even een applausje. Nederlandse trots hier. En wij gaan gewoon dit spelen. Het is een demo en het heet Under. En we zijn in Under. Een Eerste Wereldoorlog veteraan die op een boot zit en die gaat zinken. En dan moeten we van ontsnappen. Dat is het. En het is een demo van een spel dat nog uit moet komen. Als dat een beetje duidelijk is. Speelt zich af, als het goed is, in 1917. En het spel begint volgens mij ook gelijk. We gaan het zien, ik ben heel benieuwd. Ik vind het vet om een keer een Nederlands horrorspel te hebben. Holy damn, wat is dit? Het speelt zich af op een boot, zover was ik dus al. En we zijn dus een veteraan. Weet je, meer weet ik ook niet echt, dat is het. Damn, daar zijn we, hallo. Het ziet er wel gelijk echt sick uit. Wat de heck? Kunnen we een spil meenemen? Nee, niet even een drankje. Oké, we gaan wel gewoon naar deze deur. Holy fuck. Hello? Oh my god. Hey, er staat wat. Kan ik rennen? Oh yes, ik kan rennen. Nice. Oh. Waarom kan ik nou niet dat blauwe flesje oppakken? Echt, als een flesje zoveel licht geeft, dan zou je toch zeggen dat het een ding is wat je kan oppakken? Of ben ik de enige? Nou ja, hè, stom flesje, we moeten maar deze kant op. We hebben hier een linkerkant en een rechter. Ik vind het nu al niet leuk, ben ik heel eerlijk in. Als ik zo'n gang zie in zo'n spel, ik word er nooit vrolijk van. Oi, oi, oi. Oeh, locked! Oh shit, we hebben een sleutel nodig. Waarom is alles locked? Dit karretje was hier net niet. Er gebeuren dingen die niet te verklaren zijn. Misschien moet ik dit ding keihard drukken. Wow! Wow, 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 wat? Oh, ik heb het karretje omgedrukt. Oh, shit. Wat is de bedoeling? Een sleutel zoeken, maar waar gaat die... Oh, we moeten weer terug. Ja, ja, ja. Ik zie al precies welke kant dit op gaat. En dat is niet de leuke kant. Hallo. Kijk, sleutels. Ja, maakt niet uit, we hebben de sleutels. Holy shit, die geluiden. Gaat dit een soort van Titanic worden of... Ah! Holy shit, ik zag de poep! Wat was... Echt hoor. Ik zweer, daar stond iemand. Wat staat daar op die koffer? Kan ik dat nou niet lezen wat er op die koffer staat? Lunch. Dat is echt de grootste lunchtrommel die ik ooit heb gezien. Oké, okay, en een briefie. Kan ik dat oppakken? Wat staat er, de dokter? Boeien, echt waar. Als ik het niet eens kan oppakken, ga ik het ook niet lezen. Zo ben ik ook alweer. We kunnen in ieder geval nu door deze deur. Dat was de bedoeling, toch? Yes! Kijk eens. Ah, hallo? Uh-oh. 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 Hallo? Roomservice? Oh shit, hij is boos, hij is boos! Hij is boos! Wat moet ik doen? Moet ik die deur gewoon openen? Hallo? Ja! Echt waar, is die deur nou open? Jij moet ook gewoon ophouden nu. Nu begint het ook gewoon met de piemel uit te hangen dat hij zo op die deur zit te slaan. Wat is de bedoeling? Oh mijn god, ik moet het hele bed verplaatsen! Wauw! Oh mijn god, dat was echt een heel sneaky iets. Dan is die deur weer op slot. Ja, natuurlijk man. Moeten we weer terug die kamer in? Wat is nou weer de bedoeling dan? Is er een andere deur nu misschien open of zo? Oh. Ik ben heel eerlijk dat ik dit niet heel leuk vind allemaal. Oh, kijk. Oh, damn. Ja, wie gaat er nou op een zinkend schip fucking naar beneden? Dit is echt gewoon het meest domme dat je kan doen. Echt waar. Ik heb nog nooit zoiets doms gedaan in een horrorspel. Oh my god. Ik vind het niet leuk. Stairs, oké. Okay. Locked. Ik hoor ook weer deuren hier bewegen. Ik...
We gaan wel terug. Ik heb geen idee. Hallo. Oké dan. Wie is dat? Zit die man achter ons aan? Misschien heeft deze man wel last van, hoe heet dat? Dat hij gewoon allemaal van die flashbacks krijgt en zo. Dat zal wel heel naar zijn, maar dat zal wel een... Oh, nee. Nu niet die deur dicht. Wat is trouwens het menu? Crew meal times. Waarom kan het nou niet op een normale tijd gewoon iedere dag geserveerd worden? Wat is de reden dat alles... Het water gaat omhoog! Oh-oh. Of ben ik nog gek? Ja. Oh-oh. Nee. Daar is iets. Hier. Hell needs you, traitor coward. I'll answer the call. Why did you kill your comrades, Alexander? Alexander is trouwens wie wij zijn. Dus ik denk inderdaad dat hij last heeft van zijn PTTS of PST. Hoe noem je dat? Our bread reeks of death. Wat is nou de... Zie, ja, het is gewoon allemaal in zijn hoofd. Het is gewoon allemaal één grote grap. Maar heb ik nou een sleutel hier gevonden of niet? Ik heb een sleutel nodig. We moeten maar weer deze kant om, want er lag geen sleutel meer. Oh, er is weer, hoe heet het? Bij de post, hallo. Heb jullie een briefje voor mij? Ik begin die geluiden echt steeds minder leuk te vinden. Maar gaat hier een sleutel voor mij liggen of zo? Ik weet het niet. Can I get a key? Hallo, is dat nou zoveel gevraagd? Er ligt er ook gewoon geen sleutel in, hè? 10 miljoen van die postvakjes om mij een sleutel te sturen en er is geen sleutel. Dan moeten we maar weer die kant op. Wat is nou de bedoeling dan? Holy... Huh? Die gang wordt steeds langer. We gaan links. Ik weet niet waarom, maar links voelt goed. Alleen die jas hier al. Enge jas. Oh, een geweer. What the shit? Kan ik dat niet meenemen om dat monster neer te knallen of zo? Nee. Oh, de sleutels. Nice. Very good. Ik pak dat geweer even en dan schiet ik hem neer. Ik kan het geweer. Het was zo'n goed idee om hem neer te knallen. Oi. Oh! Hier is toch de deur? Ja, hier, de stairs. Oh, doe. Zit hij achter me aan? Ik weet het nu ook niet meer. Wie is die vent? Is dat misschien een van de grapjes die we hebben gedood? Want dat is voor mij wat ook de suggerering is. Dat wij daar inderdaad aan lijden. Wat ik zei. En dat wij dus... dingen hebben, van die hallucinaties en zo. En dat is niet leuk. Dat kan ik je wel vertellen. Oké. Ik ga hier om het hoekje en hij staat er weer. Echt waar, ik ga gewoon dat Oh my god. Wat is nu de bedoeling? Oeh, scheisse. Oh mijn god. Waar ren ik heen? Ik weet het nu ook niet meer. Waar moet ik heen? Hierheen. Oh, nee, doe het niet! Oh mijn god, doe normaal. Dat is zo niet leuk. Oh, nee! Wat doe jij nou? Oh mijn god. Oké, dat ding kan... Ja, precies. We moeten dus echt gewoon hier goed gaan rennen. We horen hier ergens een deur open gaan. Maar nu moet ik die deur gaan zoeken. Holy damn. Ja, hier, kijk, ik heb iets. Ja, hier kunnen we doorheen. Ja, ja! Oh my god. I am safe? Waarom is het nou opeens een hele vrolijke gang? Dit spel, het is echt... Oké, daar gaan we. De enge gang in. We lopen opeens ook echt heel langzaam. Alsof wij ieder moment een jumpscare kunnen krijgen. En waarschijnlijk gaat dat ook gebeuren, hè? Zulke horrorspellen zijn meestal heel erg voorspelbaar. Check dan hoe langzaam ik ga. Hallo. Wat is dit? Waarom is het zo langzaam? Dit vind ik niet leuk. Hier zit wel een slot trouw. Oh my god.
god, dit is niet leuk. Oh god, oh nee, oh nee. Ga je naar links, doe het. Pas op, hij komt eraan. Oh mijn god, wat een nare man. Ja, we gaan dood. Ik denk dat we dood gaan. Oh. Hallo? Under. What the shit was dit? Het was echt een heel gek spelletje, dat weet ik wel. En het sluit ook gewoon gelijk af. Ik bedenk me ook opeens dat ik helemaal iets ben vergeten. Voor iedereen die nu de hele video heeft gezien. Ik moet nog wat ophangen. Zo. Nu ik dat heb opgehangen, wil ik even zeggen... Dit was echt een heel gek horrorspel. Ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten. Druk een blauw duimpje omhoog. Ik lig hiernaast heel snel of wat anders. Abonneer, reageer. Bedankt voor het kijken. En ja, dan heb ik nog maar één ding tegen jullie te zeggen. En dat is... Doei mensen!